Lieve Jordens, het was 2012 toen je me vertelde dat Willem II interesse in je had. Wat was ik trots en stiekem ook wel een beetje blij dat het een club dicht bij huis was. Waardoor we niet hoefden te verhuizen en in de buurt konden blijven van onze familie en vrienden. Je eerste seizoen bij Willem II was wel meteen een lastige. Je kreeg te maken met degradatie. Gelukkig kon jij dit goed relativeren en ben je erg positief ingesteld. Zo bleef het thuis ook gezellig. Jij had zoiets van, we gaan ervoor en we spelen volgend jaar gewoon weer Eredivisie. Ondanks het voetballen in de Jupiler League was het voor ons persoonlijk een heel mooi jaar. We gingen trouwen, je werd aanvoerder en we werden kampioen van de Jupiler League. Kan haast niet beter, toch? Je bent Willem II trouw gebleven de afgelopen 7 jaar. Een boegbeeld in en naast het veld. Sociaal positief, slim, attent en heel erg lief. Een dieptepunt is natuurlijk die zware knieblessure. 4 dagen in de week naar Zeist en je wilde betrokken blijven in je team. Veel mensen dachten dat je nooit meer op dit niveau zou kunnen voetballen. Maar met jouw doorzettingsvermogen is het je gelukt. Wat heb je geknokt om terug te komen? Je gaat je 200ste wedstrijd spelen, Jordens. Jij bent Willem II. Ik en onze Mini zijn trotser dan trots.